Hey en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is tijd om ons huis herfst te decoreren. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Het is de eerste keer dat we dit dus gaan doen in ons huis, want ja, we hebben het huis dus nog niet zo heel lang. Dus normaal heb ik wel een beetje mijn, zeg maar, dan weet ik al een beetje hoe ik het allemaal wil. Nu heb ik echt nog geen idee. Dus we gaan het samen lekker uitvogelen. Vandaag wordt een mooie dag. 18 graden, volle zon. Ik ga alle herfstdecoratie, ik heb het al hier beneden gezet, op de tafel zetten. En dan gaan we vanuit daar werken. Ik heb er zoveel zin in. Heb jij zin in deze video en ben je benieuwd hoe het eruit komt te zien, het huis? Blijf dan kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me echt onwijs blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Plan de campagne. Hier is onze eettafel van 2-10. Ik ga hier gewoon alle herfstdingen opzetten, zodat we vanuit daar kunnen werken. Ik heb namelijk hier alle dozen opgehaald. Daar heb ik toevallig ook al wat neergezet. Dit is één groot ratje toe. Ik heb het verplaatst, verschoven en dingen weggehaald. Het is vreselijk. Dit moet gewoon mooi opnieuw gesteld worden. Hier heb ik dus dingen in, dus daar gaan we naar kijken. Ik heb nog overwogen, want ik heb een hele mooie nep herfstboom gezien. Maar ja, €500 vond ik in één keer wel veel geld. Dus voor nu laat ik het even bij deze neppe olijfboom. Het is trouwens wel echt zo mooi. Is ook een hele dure, maar dan lijkt het ook net echt. Maar goed, het liefst heb ik hier dan ook een herfstboom. Maar goed, dat gaat me iets te gek. Misschien volgend jaar. We hebben al een valambiance op de achtergrond. Dit gaan we allemaal doen. Ik ga dit ook allemaal uithalen. Nou, en de keuken natuurlijk. Ik heb vooral zin ook om dit te stylen. Dat kunnen we helemaal gezellig maken. Dit hoekje is nu natuurlijk ook nog heel zomers, dus dat mag ook allemaal weg. En hier de herfstmokken. Nou, wordt helemaal fun. Let's go. Ik ga hier alles neerzetten. Eerst gooi ik deze dode bloemen weg. Prachtig. Ik wist dat ik veel had, maar het is meer dan ik dacht. Ik heb hier nog wat takken. Oh my god, ja. Heel veel pompoenen zie ik. En ik zie nog wat pompoenen die ik nog moet mooi maken, zeg maar. Die had ik bij de kringloop gevonden. Dus die wou ik spuiten. Deze wou ik spuiten. Maar goed, ik weet niet eens of dat nodig is, want ik heb al best veel pompoenen. En nog wat Halloween dingetjes, zoals die boe en hier. Dit prachtige servies. Dit is ook zo mooi. Met van die pompoenen en eikels. Deze is ook zo cute. Had ik ook van de kringloop. Kon het niet laten. Met paddenstoeltjes en zo erop. Nou, deze. Ik moet gewoon maar beginnen, denk ik. Oké, ik ga hier beginnen, want dit vind ik gewoon het makkelijkst. Dan heb ik nog keuze uit alles. Dit gaan we gewoon doen. Let's go! Zo, ik denk dat ik er nu ben met deze plankjes. Echt, ik heb zoveel geprobeerd. En de vorige keer had ik dus hier zo'n leuk kleedje. Alleen ik heb dus nu het boek opengeslagen, want dit is een pasta kookboek. En toen zag ik pompoenrecept en toen dacht ik, oh, dat vind ik helemaal erbij passen. Alleen als je het boek open hebt, dan heb je niet echt meer ruimte voor dat handdoekje, zeg maar. Want ik had dit, zeg maar. Het is een tafelkleed. Als je dat een beetje, oké, dat ziet er niet uit. Maar als je dat een beetje zo erachter deed, was echt cute. Maar dit is dan te dik. Maar goed, ik vind het helemaal schattig. Ik heb hier dus het kookboek.
pompoentjes. Dit zijn pompoentheeglazen. Deze details. Koektrommel, wat HK Living dingen en de theepot. Nu gaan we door hierheen. Want ik had dus een soort, ja, serveerpan. Misschien dat ik dat gewoon hier zo oplaad of zo. Ik weet het niet. Dat zie je altijd in Amerika. Dan laat ze een mooie pan op het fornuis staan. Ik vind dat een beetje irritant eigenlijk. Maar goed. Wanneer gebruik je het anders? Ik heb geen idee. En dit is ook ontploft. Ik ga hier nu mee verder. Ik denk dat ik hier nog wat leuke dingetjes in ga veranderen. Het koffiehoekje uiteraard gaan we even omgooien. Deze, ja, ben ik toch niet meer helemaal weg van. Ik vond hem heel cute, maar ik heb die ook al. En die pompoenkan vind ik mooier. Maar goed, je weet het niet waar we nog allemaal terechtkomen. Wat ik trouwens ook nog even wil pakken is deze. Want deze wil ik ook nog ergens stylen. En ik heb hier zo'n, even kijken, deze. En misschien, oeh, dit is spannend. Dat ik deze op tafel daar ga zetten met leuke mokken en zo. In plaats van dat daar. Dat je dat daar doet met een leuk knus theeplekje of zo. Nou, zoals je ziet ontploft. We gaan door. Veel veranderen, want dat vind ik eigenlijk wel heel leuk zo. Maar ik zou wel heel graag het zout en peper stelletje ergens neer willen zetten. Misschien hier. Past denk ik niet. Oh, dat past wel. Oh, dat vind ik heel cute. Ja, zo doen we hem. Oké, voor hier heb ik altijd zeep en geurstokjes. Deze geurstokjes waren opgegaan, maar ik wachtte de hele tijd. Omdat ik deze heb. En die wil ik hier neerzetten. De pumpkin cinnamon. En dit is gewoon normale zeep. En daar wil ik deze nu neerzetten. De pumpkin cupcake van Bath & Body Works. Tadaa. En deze ruikt onwijs lekker. Het komt van de TK Maxx deze. Oké, ik heb dit nu klaar. En dan ga ik nu de mokken hier ophangen. Deze, want anders wordt het echt te grote mokken. Dus deze mokken, die laat ik lekker in de kast. En deze kunnen opgeborgen worden. Nou, de keuken is klaar. Echt zo gezellig. Vind die plankjes ook heel leuk geworden. En dan dit zo. Hier eigenlijk een beetje hetzelfde, wat neutrale, maar dan hier de melk in. En dan hier waar je lepels op kan zetten. Ik vind deze zo mooi. En dan dus nog wat moeken. Oké, ik ga nu door naar de vakkenkast. Hier ga ik gewoon een beetje prutsen. Dit gaat weg, die bloemen. Hier wil ik wat leuke dingen, wat donkere dingen inzetten. En hier ook. Dus dat ga ik nu doen. Hier trouwens ook. Pompoentje erbij. En daarna kan ik wat over is hier zo leuk neerzetten. Want nu kan ik nog niet hier werken. Oké, qua herfstkaars wil ik denk ik één van deze hier neerzetten. Of de Woodwick Pumpkin Praline. Deze vind ik ook heel mooi. De Chestnut Pumpkin, die is van TK Maxx. Of deze, dit moet je echt halen. De Bridgewater Candle Company. En dan is dit de geur. Even kijken. Dit was iets van
kaneel of zo. Cookie kaneel. Dit is echt, als je deze aandoet. Ik heb deze al een keer opgemaakt. Dan lijkt het net alsof je iets heel erg lekkers hebt gebakken. Appeltaart, kaneel. Echt niet normaal lekker. Dus dat wil ik hier een beetje gaan doen. Nou, de onderzetters wil ik hier sowieso houden. Die kan weg. Dit kan misschien weg. Ik moet even kijken hoe we dit gaan doen. Misschien wel heel simpel. Dit vind ik eigenlijk al wel heel cute. En dan doe ik daar een kaarsje in. Of zo, nee. Oh, dat ziet er ook echt niet uit. Ik wil eigenlijk ook wel een pompoentje of zo. Of ik doe hem zo. Of toch... Lastig. Oké, voor hier heb ik dus zo'n hele lange slinger gehad. Zo'n guirlande. Maar dan... want kijk, ik heb hier van die takken. En waar heb ik dat? Dit. Dit is heel oranje. Ik heb dus een beetje dat neutrale... Beetje dit, zo'n kleurtje. En dan met herfstbladeren gehad. Echt heel mooi, denk ik. Gewoon heel neutraal, maar toch herfst. Dat wilde ik hieronder leggen. Alleen dat is nog niet binnengekomen. Dus daar wacht ik dan nog even op. Dus dit is... Oké, ik vind dit al helemaal cozy. Daar heb ik de plant weggehaald. Ik denk dat ik daar een leuk mandje ga neerzetten met kleedjes of zo. Want ja, ik weet niet. Ik vind het anders te groen of zo. Maar daar ga ik sowieso nog iets doen, want anders vind ik het te leeg. Ik ga nu even kijken, want ik heb daar van die takken, of ik deze erbij wil doen. Of dat ik die ergens daar in die vase ga doen. Daar ga ik nu zo heen. Maar ik ga dus even deze nepbladeren eraf knippen, want ik vind deze echt te nep. En dan vind ik het echt heel leuk als je dan zo'n bosje hebt. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, ik ga nu gewoon verder met deze kast. Want dat heb ik hoe ik wil. De keuken heb ik hoe ik wil. Dus dan gaan we verder met de kast. Deze kast is nu een ratje toe. Want ik heb er best wel veel al... Oh, ik word gebeld. Oké, poging 2. Ik werd even gebeld. Hier heb ik dus al dingen weggehaald. Nou ja, het is echt vreselijk. Het heeft nu geen styling. Dus we gaan even kijken. Bijvoorbeeld dit soort dingen heb ik allemaal neergepleurd. Dit is van de zomer, dus... Zomer items. Oeh, gaan al weg. En zo ga ik even alles langs. Ook het Rodos vakantieboek ga ik even daarheen doen. Want dat is wel heel paars. En hier gaan we dan even langs. Dit is allemaal een ratje toe. Dit is een ratje toe. Dit is een ratje toe. Je snapt het. Let's go. En die pompoen, die glazen pompoen die ik hier op heb staan. Die wil ik er heel graag in doen. Met een lampje, een kaarsje. Dus, en nog misschien die vaas. Die mand wil ik erin. We gaan het zien. Dit is before. Dit is after. Helemaal gezellig. En dan hier zo. En daar. Ik vind dat ook heel leuk geworden. Dus nu ga ik dit hier even opruimen, want dit heb ik over. En dan laat ik het eindshot even aan jullie zien. Nou, hoe cute is dit geworden? Zo'n tafelloper, ik moet hem nog wel even strijken. En ik dacht, ik zet deze gewoon hier op. Geen idee, maar nou, doe maar. En dan dus dit zo. Leuk, 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 leuk. Die kaars. En dan hebben we hier dus zo... TV. Die heb ik toch maar even teruggezet. Ik weet nog niet wat ik hier ga doen. Maar ik wilde sowieso iets, anders vind ik het te leeg. En dan, er staat een melding in beeld. Dan is dit zo. Ik vind die takken ook heel mooi. Die takken zijn dus van Temu. Echt prachtig. En dit schaaltje is van TK Maxx. Vind ik ook heel mooi. Pompoen is ook van TK Maxx. Nou, en dan zo. Hier heb ik zo'n ledlamp in gedaan. Dus daar kan ik, zo'n ledkaars. Dus die kan ik dan 's avonds aandoen. En dan dit zo. Oké, in de slaapkamer wil ik ook iets gezelligers. Ik heb het bed nog niet echt opgemaakt, dus dat ga ik nu doen. De kussens liggen er nog allemaal. Dus ja, dit is wederom before en after. Helemaal gezellig.
dan in de logeerkamer hebben we hier lijsten staan. En deze lijsten die kunnen we ook nog wel omruilen met wat leuke herfstposters. Want die zitten hierin. Oké, even kijken. We hebben de kerstboom. Maar goed, dat is voor straks, voor later. De handjes. Deze vind ik enig. Maar goed, dat is ook nog niet voor nu. Hier, deze is wel voor nu. Herfst. En dan de badkamer. Hier hebben wij ook een schilderij of een poster. En volgens mij hebben we hier ook een herfstvariant achter. Dus die ga ik even kijken. Oké, geen herfstvariant. Maar ik ga hem wel verwisselen. Ik denk dat ik deze ervoor ga doen. Voor die pluimen. Die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ik ga de pluimen doen. In de hal heb ik deze deurmat. Echt super leuk. En de wc doe ik niet zo heel veel mee. Maar daar heb ik dit staan. Paddenstoel en nog wat geurdingetjes. Nou, en dan is dit after. Echt helemaal leuk. Dan was dit de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval super leuk om mijn huis te decoreren. Ik ben er heel erg blij mee. Vond je het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je tot de volgende video weer. Doei doei!